Graag naar voren voor plaats 2. Stamp, goud 3. 3 applaus. Gaat dit veldritseizoen zeer voorspoedig met Rabo belofte Stan Godrie. Begin november eindigde Godrie al knap als derde bij het Europees kampioenschap. Daar kwamen eind november twee tweede plaatsen bij in Kokseide en Gieten. Ja, ik heb eigenlijk in het begin heel veel eigenlijk gewoon getraind met eigenlijk alle rouwmannen en Alf en zo. En toen op het EK was eigenlijk mijn eerste echt goede resultaat, toen haalde ik podium. En sindsdien rijd ik eigenlijk elk weekend, vind ik voor mezelf ook wel heel sterk. En dit weekend was helemaal goed dat ik ook twee dagen sterk ben. Dat vind ik mooi voor mezelf. Dus, ja. Verras je dat ook? Ja, verrast me toch wel altijd wel een beetje. Dus ja, hoe dat bij belofte, ik ben eerste jaar, zodat het dan zo gaat, ben ik heel tevreden. Maar ja. Godrie heeft dit jaar de overstap gemaakt van de senioren naar de belofte. Godrie lijkt weinig moeite te hebben met de aanpassing naar een hoger niveau. Ja, die klassering bij het EK, gaf je dat al een beetje een inzicht van, hey, dit is mogelijk dit seizoen? Ja, dat was eigenlijk mijn eerste echt goede resultaat. En toen dacht ik echt van, ik hoop dat ik dat resultaat nog een paar keer kan behalen. En dan in Aspergaven was ik weer tweede en nu ook al dit weekend twee keer tweede. Dus ja, dan is het toch een mooie bevestiging. Ja. En wat voor verwachtingen had je toen je zeg maar dit seizoen begon? Ja, eigenlijk niet echt heel veel verwachtingen. Gewoon dat ik eigenlijk mooie resultaten kon behalen. Maar zo goed had ik voor mezelf eigenlijk niet verwacht. Dus ja, het is toch wel, ben wel heel blij mee. Ja. Met ploeggenoten als Lars van der Haar en Mike Teunissen heeft Godrie jongens om zich heen die in hun leeftijdscategorie tot de wereldtop behoren. Godrie weet zich aan dat niveau goed op te trekken. Als het echt goed gaat met het team ook, dan kun je jezelf, dan gaat het bij jou ook zeg maar gelijk goed. En dat is toch wel mooi. En als er iemand een mindere dag heeft of zo, dan rijdt er iemand anders podium. Dus dat is eigenlijk altijd wel, is eigenlijk altijd wel goed. Ja. Met de tweede plaatsen in Kokseide en Gieten heeft Godrie laten zien op totaal verschillende parcoursen goed uit de voeten te kunnen. Het is nu wachten op de eerste zegen bij de belofte. Gezien de prestaties in november lijkt die overwinning niet ver weg. En kun jij Lars nog een keer verslaan dit seizoen? Tja, dat weet ik nog niet. Dus afwachten. Ja, even wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Net zoals nu heb ik voor mezelf ook een goede wedstrijd gereden. Dus ben ik heel tevreden. Maar je wordt twee keer tweede op twee verschillende parcoursen. Dat is wel heel constant. Ja, daarom. Dus dat vind ik ook wel iets moois om steeds te doen. Als je op alle parcours tweede wordt, dan ben je toch een goede allrounder, zeg maar. Dus, ja. Dan kun je ook winnen. Ja, dat weet ik niet. Hopelijk. Succes. Ja, dankjewel. Ja, dank je wel.